Yo, kijkers van Watchdeck, welkom bij een nieuwe aflevering van CityCraft. Doe alvast eventjes dat duimpje omhoog en geniet van deze nieuwe aflevering. Eindelijk thuis. Lange dag. Wacht eens even. Het ziet er nou uit alsof iemand bij mij... Volgens mij is er iemand bij me binnen geweest of zo. Hij is niet in de kelder geweest, maar what the fuck? Wat moet iemand in mijn huis? Oké. Eens even zien. Misschien dat hij boven mijn spullen heeft lopen zoeken. Volgens mij niet, toch? Nee? De douche doet het nog? Ja, de douche doet het nog. Mooi. What the fuck moet iemand in mijn huis? Het zou vast wel die ene peacekeeper zijn geweest of zo. Ik weet het niet. Ik moet me in ieder geval even de boel goed in de gaten houden en misschien een extra slot op mijn deur zetten. Zodat die vervelende vent hier niet weer naar binnen komt. Goed. Weet je, die nieuwe druk hebben we nu op de markt. Even kijken in mijn notities. Ja. Oké. Goed. Ja, ik heb dus in mijn agenda een afspraak staan met Max. Hij staat bekend als iemand die veel van drugs af weet en ook wel een handeltje wil. Nou, als ik nou eens even morgen mijn druk uit mijn machine haal en hem aan hem verkoop, misschien dat we nog wel even wat geld kunnen vangen. Ik hoop 5000 euro. Dat zou mooi zijn. Eens even kijken. Er staat zijn telefoonnummer erbij. Ja, die staat in de agenda. Mooi. Gaan we eens even kijken of we wat kunnen regelen met die Max. Het is zo laat. Ik had afgesproken met die ene Max of zo, een of andere drugshandelaar. Is dat hem? Nee, dat is een of andere rare stroopwafel zo te zien. Oké, goed. Ik ga eens even kijken of ik hem aan de telefoon krijg. Even dat oortje even goed in mijn oor prutsen. Ja, oké. Eens even zien. Bluetooth. Ja. Bel Max. Kom op. Ah ja. Hey, Max. Hey. Wat bel je zo laat, man? Ja, hallo, we hadden toch een deal? Ja. Ja, we hadden we afgesproken. Ja, bij die elektriciteitsding. Waar de fuck is dat elektriciteitsding? Ja, bij de politie. Politie? Kom erheen. Ja, maar ik ken de weg hier nog niet zo goed. Ik probeer het wel te vinden, oké? Ja. Oké, tot zo. Jo. What the fuck, elektriciteitscentrale? Eens even kijken waar dat ook alweer is. Ik weet dat daar politiebureau zit volgens mij. Dus misschien dat daar... Ja, ik volg die rare kabels al in de lucht. Die stroomkabels. Het is nog wel lekker rustig zo op straat. Alleen een gekke stroopwafel. Man. Ik wil eigenlijk de pet hoor. Gekke werk. Nou goed, eens even zien. Of die hier. Dus ik heb trouwens ook dat dingetje bij me. Kijk, dit... Verzilverd geluk, een nieuwe druk op de markt. Ga ik verkopen. Kijken we of we hier nog wat mee kunnen verdienen. Hey! Kom. Wie ben jij? Ja, je weet wie ik ben. Ken je niet? Hey, gast, wat de fuck zit je te schreeuwen voor het politiebureau? Ja, kom dan maar. Ja, gast, straks weten ze dat we hier aan de praktijk... Maar die zijn er toch niet. Ja, hallo, die peacekeepers is overal. Die houden je overal in de gaten, man. Moet je niet zo stil zijn? Mag je me wel uitleggen geven waarom je dat zo... Oké. Nou luister, kom. Zaken doen. Ja, oké, man. Wat, je weet wat ik heb. Je weet wat de waarden zijn, hè? Ja. Weet je, wat heb je te bieden? Ja, heb je dat ding bij? Laat maar eens eerst zien. Ja, maar, heb je het geld bij je? Ja, zeker heb ik geld bij je. Laat jij dat maar eens zien dan, hè? Voordat je... Ja, hier. Genoeg geld. Ja, oké. Laat maar zien. Oké, kijk dit. Verzilverd geluk. Mooi, hè? Ja, mooi. Weet je wat het met je doet? Nee, vertel. Nou, je drinkt dit op. Je neemt er één zip naar binnen, hup, gewoon atje. En op het moment dat het binnenkomt, dan voel je even helemaal niks. Heel vreemd. Maar op een gegeven moment, dan slaat de dreiging toe en pompt de adrenaline in je bloed. Je wordt helemaal wild, je wordt helemaal gek. Weet je wel? Dus stel, jij zou daar met je camouflagepakje, zou je daar over staan lopen? Jongen, je schreeuwt het uit. Het is geen gezicht om te zien, maar het is zo... Voor ons is het gewoon hilarisch.
En dat is wel een mooie handel? Ja, dat is een hele goede handel. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, oké. Ik heb op dit moment alleen nog maar de test. Het recept heb ik thuis liggen. Dus als je dat wil gaan hebben, dan gaat het je 10 keer zoveel kosten. Maar ja, je zit goed bezig. Laten we maar eens kijken wat dit gaat opleveren. Ja, maar wat moet je ervoor? Ja, wat dacht je van 5000? Helemaal gek geworden. Ja, 5000. Jongen, dit is iets wat iedereen straks wil hebben. Dit is de shit in Clovertown. Geloof me. Je wilt dit. Kijk. Nou, laten we de eerste. Ga niet meteen met veel geld. Laten we gewoon 2500. Wat? 2500? Ja, 2500. Ik weet niet, man. Het is wel... Aan wie gaat dit doorverkopen dan? Dat wil ik nog wel weten. Dat zien we wel. Dat zien we wel. Jij kent zo je mannetjes, Max. Ik heb meer van je gehoord. Ja. Oké, ja. 2500 nu. Komt dan. Het is dat ik het geld nodig heb, oké? Hier. Kom maar op met het geld. Hoppa. Kijk. Mooi. 2500, geen scam. Oké, dit is... Weet zeker, het is geen troep dit. Nee, dit is geen troep. Waarom zou ik troep maken? Zie ik eruit alsof ik leugens verzin? Ja, doe maar even rustig. Ja, maar waarom moet ik rustig doen? We zijn toch handelaren? Ik ben hier degene die die drankjes ontwerpt voor jou, zodat jij rijk kan worden, hè? Ja, en ik heb hier... Hey. Dus doe maar even rustig, jij. Nee, dat is niet nodig. Dat is... Ja, doe maar even rustig, jij. Man, dat jij nog zaken met mij wil doen zo, man. Ik weet niet of ik zo nog zaken met jou wil doen, om eerlijk te zijn. Ja. Beetje met je wapens, hè? Ja, maar ik had alles, dus je moet wel. Oké, daar heb je een punt. Nou, goed je te hebben gezien en nog een fijne avond, meneer. Tot ziens, ga maar snel. Oké. What the fuck, jongen? Waarom neemt hij een pistool mee naar een handel? Misschien had ik dat beter ook wel kunnen doen. Gekke vent, hè? Ja, een beetje gek ventje is het. Maar we zijn 2500 euro rijker en dat is goed. Maar dat receptje, ja, dat gaat hij straks nog wel willen hebben. Dat verzilverd geluk, jongen. Oh, dan ben je zo gek als een otter. prima druk, al zeg ik het zelf.